welkom in deze nieuwe video van Polestar. Wij gaan een beetje naar de winkel, boodschappen doen, kerstverlichting kopen. En dat is eigenlijk alles wat we eigenlijk een beetje gaan doen. Maar ik neem jullie wel mee, zoveel mogelijk dat dat kan. Nu weet dat ook. Er zijn ook bepaalde rails die we moeten volgen. Dus kijk lekker met me mee. Zo, ik sta hier nu bij de konijntjes. Die gaan we dan zien. In de konijnafdeling. En ik ga eens kijken voor een kerst. Nou ja, voor een nieuwjaar eigenlijk. Dat koop ik altijd 10. Dus ik heb veel genomen natuurlijk voor hen. Dit is super veel dingen. Dus. Dus, nog de beestjes. Heel veel beestjes. Super veel dingen. Dus het is even kijken natuurlijk wat kunnen we geven. We moeten ook voor de kat geven, dus we moeten ook nog even voor de beestjes geven. Dus ermee moeten we goed kijken natuurlijk, hè. En zo nog eentje. Ook nog allemaal dingetjes voor het konijn. Dat is ook op in orde. Dus ik ben nu terug van de winkel. Ik heb al heel veel cadeautjes. Die liggen nu onder de boom. Ik heb die eenmaal ingepakt. Ik ga het straks even laten zien. Gisteren is er eigenlijk iets heel speciaals gebeurd. Ik weet, ik ga elke dag live via TikTok op mijn Polestar account. En ja, dat is natuurlijk heel speciaal, want ik ben natuurlijk niet gewoon om daar live te gaan. Ik ben daar wel gewoon van live gegaan. Wacht even. Oké. Dus. Het zijn toppers. Ze zijn super vriendelijk. Ze staan altijd klaar voor mij. Ze zijn geweldig. En als je het niet hebt gefilmd, mag je het zelf invoelen. Mag je het zelf zeggen. Oh, ik weet het niet. Dus gisteren zat ik dus op TikTok en er was niet heel veel kijkers in het begin. En ik was echt aan het twijfelen, zou ik nog wel lang live blijven? Maar ik dacht van, ja, toch te doen. En toen gebeurde er iets speciaals. Dat kun je nu eventjes zien. En dat was eigenlijk een heel leuke verrassing eigenlijk. Want ik had dat natuurlijk niet verwacht dat dat ging gebeuren. Ik was eigenlijk wel heel trots. Trots, waarom trots? Omdat heel veel mensen komen naar mij kijken en dat was eigenlijk wel heel leuk eigenlijk. En het eigenlijk wat eigenlijk de bedoeling was, ik zal het even laten zien. Dus ik wou dus eigenlijk deze, wacht hè, kijk of je het goed kunt zien. Als hij er nu wilt inzoomen, hij wilt niet inzoomen op. Ja, ik weet niet, ja. Dus dit wat ik eigenlijk, heb ik dan op de achterkant gezet, achter mij. Dus Silken en Giezen. Want ik wou eigenlijk hun verrassen. Maar zij hebben mij eigenlijk verrast. En dat vond ik wel heel speciaal eigenlijk. En ik wil hen zeker nog eens heel hard bedanken. Voor alle steun die ze doorgelopen de komende maanden allemaal hebben gedaan. En de komende tijd al hebben gedaan. En vast nog zullen doen. Het is echt een heel top team. Ik vind ze met alles terecht eigenlijk. Je weet dat ik ook altijd heel vaak in een dipje val. Ja, je kunt er gewoon alles kwijt. En dat vind ik echt wel super leuk eigenlijk. Ik ben er ook wel heel trots op eigenlijk. En ook heel fier. Jullie hebben ook in de vorige video's kunnen zien dat ik een leuk cadeautje heb gekregen.
Dus ik ben er echt wel blij mee eigenlijk. Oh, echt een hartje. Dus ik ben echt wel heel blij. Ze zijn super, 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 super. Niet alleen super, maar ze zijn ook super vriendelijk. Ook als ze aan de deur staan en zo, wat die allemaal. Dus ja, ik vind het echt wel heel leuk. En de kerstman en Sinterklaas vinden ze ook leuk, want ze gaan meestal hun cadeautjes daar afgeven, blijkbaar. En dus, en ja, dat is wel leuk om eigenlijk om het allemaal wel te zien eigenlijk. Ik ben ook met hun op de foto geweest. Dus ja, ik ben ze heel dankbaar. Mijn broer vroeg gisteren aan mij, noem ze in 4 woorden op, dus Silke. Als ik Silke zou moeten beschrijven. Helemaal echt zo, ja, super tof eigenlijk. Altijd daar zelf. Ja, ook ze gaan heel gek doen eigenlijk. Zoals ik ben ook heel zot aan doen en ik kan ook alles, ja, en... Gewoon geweldig. Dus, en als ik zou Gieten moeten omschrijven. Super tof. Vriendelijk. Altijd klaar voor een babbel. En ja, ook een zotte doos. Zo lijk ik. Dus ja, ik kom wel eens een video aan wijden eigenlijk. Omdat ik het gewoon nooit durf in de live te zeggen. Want als ze in de live komen, dan weet Stijn al van... Oh, daar zijn ze. Want ik begin dan al meteen te flippen eigenlijk. En ja, ik kan helaas niks aan veranderen. Maar ik ben wel heel fier eigenlijk. En ondanks wat ik allemaal heb meegemaakt... Als ik een hoogtepunten allemaal zou moeten opnoemen... Dan weet ik zeker dat zij op de eerste rij zullen staan... Van hoogtepunten die ik heb meegemaakt. Maar ook heel veel leuke dingen met Enzo. Ja. Ik wil ook jullie allemaal heel erg bedanken... waarom ik jullie ook heel erg bedanken, jullie, maar ook dat ik hier nog sta, dat ik hier ook nog ben eigenlijk. Want zonder jullie, jullie kijken eigenlijk heel vaak naar mijn video's, zonder jullie zou ik ook natuurlijk niet zo zijn hoe ik nu ben. Dus ik ben echt wel heel fier, jullie gaan mij ook nog de komende maanden nog zien veranderen. Ik ben ook heel blij dat jullie mij ook allemaal hebben gesteund, ondanks alles. Dus een dikke pluim voor jezelf. En ook een medaille voor jezelf. Want ik vind het echt super leuk eigenlijk dat jullie me allemaal hebben gesteund de komende tijd. Ook al ging het heel moeilijk. Er was niet altijd heel veel content om te filmen. Toch ben ik altijd heel blij dat jullie achter mij staan. En ik wil jullie ook allemaal heel hard bedanken. En hopelijk zien jullie elkaar terug in het nieuwe jaar. Hopelijk maak ik jullie ook eens ontmoeten. Moest je me ooit tegenkomen op straat, in een shoppingcentrum, waar dan ook... Spreek me aan en ik maak zeker met jou een foto. Sowieso. Dus ik wil jullie allemaal heel hard bedanken voor de komende tijd dat jullie mij hebben gegeven. Ik ga ook helemaal door in 2021 met vloggen. Hopelijk is dan de corona al een beetje minder en kunnen we al veel meer doen om te vloggen. Maar ik ga altijd mezelf blijven en is het iets meer, minder, dan ga je het ook zien. Dus ik wil jullie allemaal heel hard bedanken voor alles wat jullie ondertussen hebben gedaan voor mij. Al mijn fans, ook Silke en Gieten, Kenny, natuurlijk, mijn schoonzus en Enzo, om er altijd te zijn voor mij, ondanks mijn verandering. Dikke kus allemaal. Geniet ervan, van het fijne jaar, en maak er het beste van.